Ik rijd op een weg. Ik denk dat de Lottostrade was. Ik denk, maar jongens, dat stinkt hier in een auto. Ik dacht, ik zou toch niet in een onderstrond getrapt zijn, zeker. In een reflex dook ik mijn voet van het gaspedaal en tast het een keer onder aan mijn schoen. En ja, ik ben inderdaad in een onderstrond getrapt. Ja. Maar om helemaal zeker te zijn, ruik ik er toch ook nog een keer aan. Ja. Wat met voelen en ruiken zijn de dubbel zeker. Hè? En ik ben ook verstrooid. Ken je dat woord, verstrooid? Dat is een woord dat hele domme mensen gebruiken om zichzelf tegen alle bewijzen van de werkelijkheid in nog altijd slim te kunnen blijven vinden. Want verstrooid vergeet ik even dat er stroom naar mijn hand hangt, al na een minuutje. En pak ik toch mijn pook vast, pak ik toch mijn stuur vast, ga ik zelfs een keer door mijn haar. 40 kilometer tot aan het volgende tankstation. Ik ga daar naar de wc om mijn handen te wassen. Je moet voorbij dat plastieke poortje. 70 cent, ik denk geen probleem. Ah, oh, nee. Ik krijg een bonnetje van 50 cent terug. Ik tank, mors op mijn handen, ga mijn handen gaan wassen. Ik krijg weer een bonnetje van 50 cent. Dan heb ik nu twee bonnetjes. Ik ga nu toch even in de shop iets gaan kopen. Ik koop zo'n kroket, die ligt te zweten in de couveuse. Ik koop er twee, want het is maar één bonnetje per artikel. Ik ben er maar een paar kilometer ver op de autostrade als ik voel dat die kroketten een slecht idee waren. Eigenlijk kun je dat weten, ze leggen babytjes in de couveuse omdat ze zouden blijven leven. Dus je moet er niet van schrikken dat een kroket begint te leven in zo'n couveuse. Ik hoop dat ik maar ga moeten schijten als ik thuis ben. Nog 500 meter verder valt mijn nieuwe bijenbusje in pannen. Ik denk, wat is dat hier nu? Ik kan me nog juist op de pechstrook zetten. Ik spring over de vangrail, laat mijn broek zakken. Iedereen op de autostrade doet wel tuut-tuut. Omdat ik voor de veiligheid wel nog rap mijn fluoriserend hatje had aangedaan. De man van de VAB vraagt, waar is die nu chauffeur nu? En ik zeg, hier. En ik zwaai met mijn rechterhand, helaas ook de steunhand waarmee ik mijn recht hield op mijn hurkje. Hij ziet me nog juist omvervallen met mijn fluoriserend bovenlijf aan mijn blootkat. En hij zegt, oei, maar dat is meer dan autopak. Ik weet niet of ik daar de juiste sleutel voor mee heb. En ik kan er niet mee lachen, terwijl dat wel een goeie is. Het is mijn beroep. Hij zegt, je hebt er toch geen diesel in gedaan in plaats van nafte. Ik zeg, oh nee, nee. Ik zeg, wat moet ik nu doen? Moet ik dan nu mijn rietje allemaal uitzuigen? En hij zegt, nee, ze. Ziet dat je diarree krijgt.